Uitrekenen van hoeken. Je gaat dit soort figuren krijgen. Ik ga zo meteen vertellen hoe pak je het nu aan. Maar eigenlijk heb je gewoon twee driehoeken. Dus je weet al, je zult, misschien weet je het al, dat je dan iets met hoeken som driehoek zou moeten doen. Dat alle hoeken samen van een driehoek zijn 180 graden. Maar eigenlijk altijd als je zo'n twee driehoeken krijgt aan elkaar vast, dan zit het geheim of de sleutel of de oplossing in het middenstuk. Dit zijn dan hoe je van, dit is eigenlijk namelijk het punt hoe je van de ene driehoek in de andere komt. Dus dat is even een belangrijk stuk en wat je hier ziet en wat je daar herkent. Nou, ik ga het laten zien. Je kunt zo'n vraag op twee manieren doen. Hoe doe ik het? Ik kijk welke hoek heb ik nodig. Welke hoek heb ik daarvoor? Nou, dat is eigenlijk niet waar. Als ik dit zie, dan weet ik al meteen wat ik moet doen. Maar even alsof ik dat niet weet, dan zou ik altijd kijken, zeg maar, van welke hoek moet ik uitrekenen? Welke heb ik daarvoor nodig? Oh, deze. Als ik die heb, dan zou het wel lukken. Oké, deze heb ik dus nodig. Nou, voor deze driehoek, ik ga het zo voordoen. Hè? Als je zegt, goh, dat vind ik allemaal saai, dan moet je gewoon doorspoelen. Hè? Nou, deze heb ik nodig. Oké, nou, deze heb ik. Oh, wacht eens even. Als ik nu deze heb, ja, dan heb ik die en dan heb ik die. Want dit is mijn gestrekt, dit is mijn hoeken som driehoek. Ja, deze, ja, die heb ik niet, maar die zou ik hebben als ik deze heb. En dan kun je gaan rekenen. Nu zijn er ook leerlingen, die zien dat gewoon nog niet. Nog niet, hè? Want de beste kans als je het vaak gaat oefenen, of de kans is erg groot dan, dat dan een stuk beter gaat. Nou, wat moet je dan doen als je nu echt totaal geen idee hebt? Als je zegt van, ja, doch, ik zie het niet. Nou, ga dan kijken, wat weet je wel? Vaak krijg je dan al punten en vaak word je dan ook op weg geholpen doordat je al wat hebt. Dan denk je, oh, wacht eens even. Maar als ik deze heb, oh, dan heb ik ook deze. Ja, maar ja, als ik deze heb, oh, dan heb ik ook deze. En dan kom je uiteindelijk nog bij het antwoord. En als dat niet is, dan heb je altijd al wat dingetjes opgeschreven waar je waarschijnlijk punten voor krijgt. Dus weet je niet waar te beginnen, begin dan met wat je wel weet. Nou, wat zijn de dingen die je kunt zien? Overstaande hoeken zijn gelijk. Dat was een, de eerste, denk ik zelfs, die jullie leerden. Dat zit in dit stukje, maar daar heb ik er niet één van. Dus daar kan ik nu nog niets mee. Wat zie je verder? Ja, twee driehoeken. En wat weet je van de driehoeken? Van de driehoeken weet je, hoekensom, driehoek. De drie hoeken bij elkaar zijn bij elkaar 180 graden. Dat kan ik hier gebruiken. En dan tot slot, welke hebben we hier nog meer veel nodig in dit soort figuren? Dat zijn die gestrekte hoek. Als je de oranje hoek hebt, dan kun je de groene hoek uitrekenen, want ze zijn met z'n tweetjes 180 graden. Die drie dingen gaan we hier gebruiken. Nou, als je niet ziet dat je hier moet beginnen, want als je deze hebt, heb je deze en heb je die en dan heb je die. Als je dat niet ziet, het is een soort treintje, hè, van wagonnetje naar wagonnetje naar wagonnetje. Zie je dat niet? Dan ga je gewoon kijken, wat kan ik hier? Nou, en dan gaan we even kijken welke. Ja, je moet ook zien als een soort gereedschapskoffer. Welk gereedschap heb je? Nou, die gestrekte hoek, ja, daar zie ik er maar één. Dat is alleen deze en dan heb ik geen van de twee van. Dus daar kan ik nog even niks mee. Overstaande hoeken, ja. Ook nog geen van, kan ik ook nog even niks mee. Hoek som driehoek, waarschijnlijk wel. En is het zo'n figuur met meerdere driehoeken? Kijk dan altijd eerst naar de buitenste driehoek. Vaak geven ze van de buitenste driehoek twee hoeken en dan kun je dan de derde uitrekenen. Maar goed, nu heb ik dus twee driehoeken. In welke driehoek kun je iets uitrekenen? Hier niet, want hier heb ik twee onbekende. Dat gaat daar niet lukken. Hier lijkt het alsof je maar één hoek gekregen hebt. Maar kijk eens goed, hier heb je nog een hoek gekregen. Dat is hoek E. En hoek E is 90 graden. Nu hebben we van deze driehoek, hebben we dus twee hoeken. We hebben een hoek van 57 graden en we hebben een hoek van 90 graden. Hoe komen we dan uit bij hoek C2? Ja, met z'n drietjes zijn die groene, is het in die groene driehoek 180 graden. Met z'n drietjes zijn ze 180 graden. En dat gaan we gebruiken. Nou, hoe schrijf je dat nu op? Nou, eerste hoek die je gaat uitrekenen, dat is hoek C2. Dan schrijf je op, hoek C2 is gelijk aan. Ja, met z'n drietjes zijn ze 180. Dus we doen 180 min 90, eraf 57. En dan kom je uit op 33 graden. En dan moet je achter zetten. Ja, dat past bij mij niet. Dus ik zet het eventjes eronder. Hoekensom, driehoek. En ik zet het even zo erachter, maar ik los het wel even op. Zo, ik heb het eventjes wat kleiner gemaakt. Dat kan passen meer op. Dus nu hebben we deze hoek gevonden. En dan heb je een flexboek. Hè, dat is zo'n boek waar je mag schrijven, die we bij ons op school hebben. Dan zet je daar het hoekpunt erin. Je hoekgrootte erin. En op de toets adviseer ik daar ook te doen. Want nu, kijk, misschien weet je, oh, nu moet ik die doen, om die te doen, om die te doen. Maar misschien zie je dat niet. En dan kijk je alleen even, oké, wat is nu de nieuwe situatie? Je hebt nu deze hoeken bijgekregen. Wat levert dat op in jouw plaatje? Ja, opeens ga je deze zien. Overstaande hoeken,
Die zijn even groot. Oh ja, dus C1 is ook 33. En nu zijn er best veel, dus schrijven dit op. Hoek C1 is 33 graden over staande hoeken. Dat is niet helemaal fout, maar je vergeet een belangrijk stukje. Je vergeet te noemen waarmee C1 overstaande hoek is. Eigenlijk heb je er maar eentje genoemd. Ja, dan kan dat ook met deze zijn of met deze zijn. Maar je bedoelt deze, maar dan moet je wel noemen. Dus hier moet tussen de hoek waar die even groot aan is. En C1 is even groot aan C2, omdat ze tegenover elkaar liggen. Hebben twee snijdrechte lijnen tegenover elkaar zijn even groot. Dus wat maak je daarvan? Hoek C1 is hoek C2, is daarom ook 33. En dat komt door overstaande hoeken. Overstaande hoeken. Nou, nu hebben we deze al. Ga nu eens kijken wat nu de nieuwe situatie is. Dus als je aan het uitrekenen bent van ik begin maar ergens wat wel lukt, dan ga je nu even kijken wat is nu de nieuwe situatie geworden. Ja, van deze tweede driehoek heb je nu ook opeens twee hoeken waarvan je de derde kunt uitrekenen. Dus al begrijp je niet goed hoe je moet beginnen, dan begin je gewoon ergens en dan is eigenlijk steeds een aanwijzing hoe je verder moet wat je net hebt uitgerekend. Dus nu hebben we deze gevonden. Ja, wat is er veranderd? Ja, van deze driehoek heb ik er opeens twee. Dan kun je de derde uitrekenen. Dan gaan we weer doen. Hoek B2 is gelijk aan 180 graden min 85 graden min 33 graden. En dan kom ik uit op 62 graden. En dat is ook weer met de hoekensom driehoek. Dus welke hoek hebben we nu gevonden? We hebben nu hoek B gevonden. Dat is deze, die is 62 graden. Nu hebben we eigenlijk alle hoeken als een soort van treintje met van wagonnetje naar wagonnetje naar wagonnetje uitgerekend. En nu hebben we de laatste, moeten we nog doen. En dat is degene die van deze vorm is. Een momentje hoor, zo. Die van deze vorm is. We hebben namelijk hier een hoek. De rode hoek, die is 62. De rode hoek is 62. Hoe groot is dan deze witte hoek? Hoe groot is dan die witte hoek? Ja, met z'n tweetjes moeten ze 180 graden zijn, want dit is een gestrekte hoek. Dus met z'n tweetjes zijn ze 180 graden. En dan heeft hoek 1 dus wat er overblijft van 180 graden. En dat schrijf je zo op. Hoek B1 is gelijk aan 180 graden min 62 graden is 118 graden. En daar moet achter gestrekte hoek. Ik weet niet of het past, anders maak ik het even kleiner. Ja, het past. En dat is dus hoe je dit aanpakt. Ik hoop dat jullie er iets aan hadden. Bedankt voor het kijken en tot het volgende filmpje. Doei!